Ook op het gebied van internationale samenwerking hebben we concrete stappen gedaan, meneer de voorzitter, om onze internationale relaties ook te versterken, te verdiepen en ook te verbreden. Inmiddels heb ik al 2 CARICOM Head of States meetings gehad via de Zoom. En daar zijn er belangrijke inzichten gedeeld en belangrijke beslissingen genomen voor wat betreft het regionaal beleid, maar zeker voor wat betreft het beleid van CARICOM voor de beheersing van het coronavirus. Over de bespreking met de president van Guyana heb ik al eerder mededeling gedaan. En hier zijn inmiddels tal van samenwerkingsafspraken al voorbereid, meneer de voorzitter, en dit wordt verder uitgewerkt door de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname en de minister van Buitenlandse Zaken van Guyana. En ik kan u zeggen dat die afspraken goed lopen. En de bedoeling is dat al deze afspraken in een overeenkomst vastgelegd gaan worden de komende periode. Tevens heeft de minister van Buitenlandse Zaken, waarover hij nader zal ingaan, officiële bezoeken afgelegd. Het eerste bezoek was aan Nederland, waarmee Suriname niet alleen historisch een samenwerkingsrelatie heeft, maar ook een bijzonder groot deel van dit land bestaat uit een diaspora gemeenschap. En hier zijn er ook concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. En ook deze samenwerking wordt op dit moment al uitgevoerd, meneer de voorzitter, en het loopt goed. Het tweede bezoek was aan Frans-Guyana, waarin in ieder geval de samenwerking verder is versterkt, maar ook nieuwe samenwerkingsgebieden zijn besproken die op dit moment verder uitgewerkt worden op technisch niveau. En uiteraard is vers in uw geheugen het officieel bezoek van de Amerikaanse Secretary of State, de heer Mike Pompeo, gisteren. En met hem zijn ook verschillende thema's besproken. Verschillende samenwerkingsgebieden op het gebied van veiligheid, grensoverschrijdende veiligheid, maar ook ter verdere versteviging van de onderlinge samenwerking, de bestrijding van het coronavirus, bijstand omtrent institutionele versterking en trainingen naar veiligheidsdiensten en andere instituten. Uiteraard hebben we ook gesproken over onze buitenlandse schuldpositie en de mogelijkheden om hierin ook bijstand te krijgen ter sanering hiervan. Maar we hebben ook gesproken over potentiële investeringen in Suriname en onderlinge militaire en justitiële samenwerking, meneer de voorzitter. De samenwerkingsafspraken die gisteren gemaakt zijn, die worden vanaf maandag verder uitgewerkt door de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname en de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika hier te landen. De voorzitter, binnenkort zal er een formele ontmoeting zijn met de president van Brazilië. En dan zullen we ook hier verregaande samenwerkingsafspraken maken tussen de 2 buurlanden, meneer de voorzitter. En daarna zullen wij verschillende regeringen uitnodigen in het kader van de herdenking van 45 jaar onafhankelijkheid in Suriname. En daarvoor is alles tegen de achtergrond en de mogelijkheden van COVID die we onder controle proberen te krijgen in Suriname. Meneer voorzitter, in het algemeen merk ik dat met aantreden van onze regering, die gebaseerd is op de grondslagen van rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid, er veel belangstelling is, ook bij andere landen, om samen te werken met ons land. Daarmee kon ons land weer met gezag en aanzien participeren op internationaal niveau en ook binnen het internationaal handelsverkeer.